Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is donderdag en ik ben alleen thuis. Niels is uit logeren bij mijn schoonouders. En Sven die is naar een of ander veldrijden ding ergens in België. En dat betekent dat ik 2 dagen alleen thuis ben. Ben ik ook heel erg aan toe. Ik ben heel erg moe van de feestdagen. Is verder niet erg, maar het is wel heel fijn om gewoon eventjes... Ja, ik merk het gewoon aan mijn lichaam toch wel. Dus ik vind het heel fijn om even niet te hoeven tillen. En gewoon even rust. Dus dat is heel luxe eigenlijk. Maar er moet wel van alles gebeuren. Dat was echt een moed. Ik wil graag een aantal dingen doen. Omdat ik daar al de hele tijd aan loop te hikken. En ik natuurlijk een beetje last heb van nesteldrang. Dus ik heb wel een soort actielijstje waar ik in ieder geval de komende dagen iets mee wil doen. En dat gaat van de badkamer schoonmaken tot de kledingkast opruimen. En dingen voor de site. En nou, goed, van allemaal dat soort dingen. En ik heb net een filmpje bewerkt. Ik heb een filmpje opgenomen. Ik heb nu weer mijn chillpak aangedaan. En ik ben dus nu bezig met het opruimen van mijn kast. Je ziet daar al een hele gevulde... vuilniszak staan met kleding die ik naar zo'n kledinginzamelpunt ga brengen. Tenminste, ik niet. Ik ga maar als dat wil doen. En ik ben dus al lekker bezig in mijn kast. Ja, je moet ergens beginnen. Dus ik ben maar hier begonnen met mijn truien. En dan, dit zijn 3/4 mouwen shirts. En ik heb het geprobeerd een beetje op kleur te selecteren of te sorteren. Behalve dat ik zeg maar alles wat ik in mijn zwangerschap aan kan bovenop heb gelegd. Dus bijvoorbeeld... Nou, en alleen hier ook anders gaan. Dit zijn alle blouses, maar deze kan ik tijdens mijn zwangerschap dragen. Dit zijn alle shirtjes, maar dit stapeltje kan ik met mijn zwangerschap nog wel een soort van dragen. En dit ook. Dus dan, dat ligt dan niet op kleur, maar de rest dan wel. En dan heb ik waarschijnlijk een hele tijd mooi op kleur. Nu ga ik hiermee verder. Jurkjes. Dat wordt ook nog een dingetje. Dat kan ik heel snel weggooien. En dan de rest. Ik ga vanavond nog uit eten met vriendinnetjes. Heel veel zin in. En dat is het ook. Het is nu 3:15. Ik heb verder vandaag boodschapjes gedaan. Aan de site gezeten en zo. Dus het is niet dat ik niks heb gedaan. Ik heb wel ook even een aflevering hier Gossip Girl gekeken tijdens mijn lunch. En ik merk als ik zit en denk, ach, maar ik dacht, weet je, ik kan beter nu. Als ik nu het grootste heb gedaan, dan heb ik morgen helemaal niks. Dus zo probeer ik nu door te gaan. Dus ik ga nog even opruimen en dan zijn we klaar voor vandaag. Nou, ook de jurkjes heb ik gedaan, maar zoals ik al had verwacht is daar niet heel veel uitgehaald. Maar wel weer even helemaal op kleur gehangen. En dan ook hier weer eigenlijk alles wat ik zwanger aan kan, zeg maar. Of het is wat ik mooi ook vind als ik het... Want zo'n bijtjurkje kan je ook wel aandoen, maar dan heb je een soort heel raar... Ja, ik weet niet, ik vind dat bij mij niet mooi staan, omdat je dan net een soort half buikje ziet. Dus nou, hier zijn gewoon wat strakke soort sweater truien die dan... Oh, sorry voor drinken, dat zijn die hangertjes. Mits gaat ondertussen de kast in, ik moet hieronder nog opruimen. Maar goed, het ziet er in ieder geval voor het oog weer opgeruimder uit. Maar ik kan hier gewoon niet zoveel aan opruimen, want ik wil het gewoon allemaal houden. Ik word hier heel blij van. Ketje binnen van Prenatal, dus dat ga ik even uitpakken. Ik had een aantal dingen in de sale besteld. Dus ik ben benieuwd. Een basic grijze trui. Ik heb vorige keer ook niet zoveel van Prenatal gekocht, dus ik weet niet zo goed wat de maten zijn, maar... Deze grijze trui, ik zal hem zo ook even aantrekken. En die was afgeprijsd van 30 naar 9 euro of zoiets geloof ik. Dan heb ik hier ook een bonnetje. Nee, dat staat er verder niet bij. Maar volgens mij is het allemaal erg goedkoop. Op één ding na, dat was niet in de aanbieding. Eén van de twee broeken. Deze was wel in de aanbieding. Ze hadden namelijk zowaar broeken met zeg maar lage dingen, lage buikdingen. Oh, dit ziet er heel groot uit. Nou, misschien is dat bedrog. Dit is een leggingachtige broek met dus een redelijk lage band om de buik. Er zit een soort naadje voorop. Hij voelt verder wel lekker warm en zacht. Die ga ik ze ook even aantrekken natuurlijk. Had ik nog een andere broek. Deze was niet in de sale, geloof ik. Ik zou niks meer hebben. Ik zie het trouwens echt, dat is een soort zoutzak, sorry.
ik woon hier en als niemand last van me heeft, dat ziet er ook heel groot uit. Oké. Okay. Dit is een, volgens mij noemden ze het een tracking. Ja, ik had ook weer geen idee. Ook vind die concept wel een beetje lelijk. Nou goed, we gaan ermee werken. En die heeft, ik dacht een, ja, ik doe altijd S of M of zo. Of ergens in between. En dit is W28, dus Waste 28. Nou, het ziet heel groot uit, maar misschien ben ik te optimistisch. Deze. En dit noemden ze volgens mij een legging. Of een jegging denk ik. Dit is dus een beetje jeans stofje met ook weer een lage band. Hij heeft dus vooral dit in plaats van een hele band. En ja, de zakken vind ik iets minder, maar meestal heb ik toch natuurlijk wat langere dingen aan nu. En dan als laatste een jurkje. En dat vond ik wel heel leuk uitzien op de site. Dat was ook een sale. Een beetje grijs gemaleerd. Oeh, dat doet misschien al vanavond wel aan. En daaronder is een beetje klokkend. Nou, ik ga het even passen. Oké, ik heb even geen BH aan, dus dan moet je er even bij denken. Nou, die broek is inderdaad te groot. Hij zit verder wel heel lekker, maar hij is gewoon echt veel te groot. Je ziet het ook wel bij mijn benen misschien. Ja, het is zwart, zoals wat lastig te zien. Maar ja, ik heb echt een kilometer ruimte. Dus ik twijfel wel. Hij zit wel verder heel lekker, dus ik denk dat ik hem dan misschien een maatje kleiner ga bestellen. Als ze die nog hebben, maar dit is volgens mij normale... collectie en ik vind die kontzakken niet heel mooi, maar aan de andere kant meestal heb je toch iets langers eroverheen. En die trui, zeg maar, ja, ik weet niet. Ik geloof dat ik, zeg maar, graag mijn mouw of mijn slanke armen accentueer en dit, nu voel ik me een soort Zwarte Piet. Het is niet te zien, maar ik zie nu dat dit ding blauw is. Hij zit verder wel heel lekker. Hij is een beetje aan de ruime kant, maar omdat het een legging is, maakt niet zo uit. Hij heeft dus een soort, kun je dit zien? Of kan je dit totaal niet zien? Ja, hier heeft een soort streep erop. Dat vind ik niet per se heel mooi, maar het is wel makkelijk gewoon met wat langere truien. Dat heb je wel. Hij is namelijk niet zo dun als een legging. Zo. Dus ja, dit denk ik dat ik deze wel hou. Zeker voor 9 euro. En dit is gewoon... Hij zit echt super lekker. Hij heeft dus niet een hele hoge band, maar ook niet super laag. Maar dit is echt een prima hoogte. Wat die broek van net had, wat ik trouwens niet heb laten zien, is dat die rug wel echt flink hoog zat. En dan gewoon bij de buik echt laag. En dat vind ik eigenlijk wel heel comfortabel zitten. Dus dat vond ik goed aan die broek. Nou, dit is gewoon denk ik een prima legging voor met grijze lange trui of zo. Ja, ik vind hem wel heel leuk. Gewoon simpel, maar... Ja, ik heb nu maar even dat strikje gehad, ik wist het nu even niet. Maar... Dus dit is mijn outfit en nu ga ik lekker eten. Goedemorgen, het is zaterdag en ik heb me een beetje opgemaakt. Niet heel veel, maar gewoon een beetje dat ik me wel een beetje fris voel. En gisteravond heerlijk uit eten geweest met vriendinnetjes. Ik had de camera niet meegenomen, want ik dacht, ga gewoon even lekker met een vriendinnetje wat in Londen woont. Die was even in Nederland, dus even lekker bijgekletst. En een ander vriendinnetje, dus was super gezellig. Vandaag ga ik verder met deel 2 van het opruimen van de kast, part 2. En ik ben natuurlijk nog de hele dag alleen. Ik ga verder niet zo heel veel doen, ook een beetje rustig aandoen. Maar mama komt en die komt super lief even helpen met een beetje schoonmaken en zo. En dan gaan we daarna, trakteer ik haar op een taartje. Dus dat is super gezellig. Zo meteen nog even naar de kat van de buren, want daar zorg ik voor deze dagen. Zo. Ik heb een beetje Q-music op de achtergrond aanstaan. Ik weet niet of ik er last van heb, maar een stukje top 500 van het foute uur. Love it. Ik ben inmiddels al, het is inmiddels al heel wat verder. Het is nu 11:45. Want de moeders werd ineens toch eerder opgehaald. En dat stond dus nog bij de buren. Dus toen ik toch bij de buren was, heb ik daar meteen even een bakkie gedaan. Even bijgekletst, was heel gezellig. Toen daarna natuurlijk nog die kat doen. Dus dat had even wat vertraging opgelopen, maar ik heb inmiddels in totaal nu van gisteren en vandaag 3 vuilniszakken vol kleding. Dus dat is echt super goed, vind ik, van mezelf. Ja, die onderste plank, dat, zeg maar, daar heb ik dus nu joggingbroeken, truien en dan hierboven nog wat hemdjes en shirtjes. Ik heb deze plank, ik was heel erg aan het rukken aan die dingen, maar dat bleek met schroefjes, bleek dat vast te zitten, blond. Dus hier heb ik een plankje, deze heb ik eentje hoger gedaan en dan dit, nou, dit want dit kon wel wat smaller, dit zijn... allemaal broekjes en ik geloof dat er 1 rokje of zo bij zit.
dunnere vestjes. En dan gaan we zo langzaam door naar dikkere vesten. Dit heb ik niet allemaal heel netjes opgestapeld, zie ik nu. Maar goed, dat zal ik zo nog even doen. En dan heb ik hier een gat. Deze ga ik nog even opruimen. En dan heb ik, dan worden dit gewoon mijn zwangerschapsplankjes, zeg maar. Dat is gewoon, kan zo blijven. Dus wintersportdingen. En dan heb ik hier nog colbertjes. En heel veel broeken. Dus daar ga ik nu mee verder. Nou, het is klaar. Ik ben helemaal blij. Mittens is ook wel blij, hè, Mittens? Nou, en dan weer een vuilniszak vol. Opa. Niels is er niet, dus ik heb alles in zijn kamer gezet. Dus, hoppatee. Gewoon 4 volle vuilniszakken. Wow. Nou, ik ben echt helemaal blij. Het is inmiddels gaan regenen. Mama belt net dat ze er over ongeveer een uurtje is. Dat is inmiddels ook alweer even geleden. Dus ik ga even lunchen met een salade. En even zitten, want dan gaan we natuurlijk zo meteen schoonmaken. Maar ik ben echt heel blij dat dit gelukt is. Ik ben grondig bezig met de badkamer. Ik heb net mijn hele kast helemaal schoongemaakt en opgeruimd. En ik ben nu met die van zwem bezig. Moeders is aan het stofzuigen. Die rolt snel weg. En ja, we gaan lekker. Ik ben gebroken. Om onszelf te belonen tijdens het schoonmaakwerk hebben we taart. Taart en thee. Lekker, lekker. Het is inmiddels avond. Het is 7:30. En ik heb net nog eventjes de kat van de buren gedaan. En nu ga ik eten maken. De laatste schoonmaakspullen opruimen. Maar echt zo fijn dat mama even kwam helpen. Want we hebben echt zo goed schoongemaakt. Gewoon, ja, al van die dingen waar je normaal niet aan toe komt. Ik heb dus, nou ja, de hele, alle badkamerkastjes uitgehaald. Tenminste, alle bovenkastjes. Die onderkastjes had ik laatst al deels gedaan. En de rest komt wel weer een keer. Mama heeft maar goed overal gestopt en stopgezogen en gedweld en zo. En ik heb naar de rest van de badkamer ook gaan. Ik ga natuurlijk op iets traag tempo nu. Dus ja, dat was eigenlijk heel fijn. Daar ben ik echt super blij mee. Nu ga ik echt een heel simpel pastaatje maken. Zei ik dat al? Volgens mij wel. En dan ga ik lekker op de bank hangen. Ik ga lekker in bad met een bruisbal. Ik weet niet of ik het al gezegd had, maar ik was dus bij Lush. Maar ik was dus gisteren bij Lush. En dan kocht ik 2 bruisballen. En ik ben heel erg zwanger blijkbaar, want ik kocht 2 dezelfde. En ik dacht dat ik 2 verschillende kocht, tot ik bij de kassa kwam. En ik had ze zo in zo'n zakje gedaan en ze ging ze wegen en afrekenen. En toen zei Sven, waarom heb je 2 dezelfde gekozen? Want ik was de hele winkel door. En ik zei, nee joh, ik heb een roze en een blauwe genomen. Nou niet dus. Ik heb 2 keer de Thunder Snow. Dus die ga ik straks lekker in bad doen. En ja, gewoon lekker niks vanavond. Gewoon heerlijk zitten. Ik heb best wel, zeg maar, hard gewerkt. Ik was ook super blij dat het lukte. Dat ik gewoon energie had. Want dat is echt al heel veel tijd geleden dat ik überhaupt energie had voor iets. Dus daar ben ik gewoon heel blij. Dus ik heb nu, mag ik ook gewoon, me wel verdiend, gewoon lekker op mijn kont gaan zitten. En ja, dan morgenochtend sporten en dan komen de heren weer terug. En toen belden Niels en papa mij even via FaceTime. Maar ondertussen gaat het eten vrolijk door. Ik heb trouwens dit. Speldpasta. Ik ben heel benieuwd. Ik heb zojuist een bestelling binnengekregen van ASOS. Dus die ga ik even uitpakken. Dat is mooi. Dat zijn zwangerschapsdingen. En ik had een bestelling gedaan. En daar zat 1 broek bij. Die was perfect. De andere was dezelfde maat, hetzelfde model. Maar die was toch een beetje ruim. Dus ik heb een maatje kleiner besteld. Maar ik heb die andere ook laten liggen. Zo van, even kijken welke beter zit. En de rest kan ik dan terug doen. En nou, nog wat andere dingetjes bij. Dus ik ga even kijken wat er allemaal in zit. Allereerst deze trui en deze legging met leerlook. En die trui is vrij groot, maar het is volgens mij een S. Nou, kan ik nu niet zien, maar volgens mij is het een S. Ik zal zo even kijken. Hij is wel vrij groot, maar aan de andere kant, ja, weet je, need room to grow. Ik vind het wel een heel leuk kleurtje. En hij is ook, nou, iets langer, niet heel lang.
En die legging vind ik top. Ja, ik heb dus heel erg gezocht naar een legging met een lage band, maar dat is er niet. Deze heeft dus eigenlijk ook zo'n hoge band, maar dat vind ik vreselijk. Maar deze kan ik redelijk makkelijk, omdat het heel... Omdat het een echte legging is en niet een broek, kan ik hem wel heel makkelijk omslaan. Dus, en ik doe daar natuurlijk altijd wat langs overheen. Dus ik denk dat ik deze wil, want hij zit echt verder super lekker. En en dit vind ik gewoon heel leuk met lange truien en zo. Dus ik moet nog even kijken hoe het staat met iets straks erop. Maar ik denk dat het ook, dat het ook prima kan. Nou, op naar het volgende. En dan dit jurkje. Maar die vind ik het niet helemaal. Ik had gekeken en er zit geen wol in. Want daar kan ik niet tegen. Alleen hij jeukt wel echt heel erg. Het is nylon en acryl. Dus het zou in principe moeten kunnen. Maar ik kan er helemaal niet tegen. En ik vind hem ook niet heel mooi. Zeg maar, dit kleedt niet echt af. Dat je denkt, nou, het is meer van probeer nou je buikje te verbergen. Dus nee, misschien is hij maat te groot. Maar nee, nee. Ik heb die trui maar weer even aangedaan. Het is inderdaad een maat 36. Ik heb nu een broek aan, maar die zit niet zo lekker. Maar een van de redenen zit hij heel erg, ja, gek hier of zo. Ik weet niet wat het is. Het komt misschien door die naden. Er zit een soort naden op en dat, nee, het zit niet lekker. Die naden lijken zeg maar strakker dan de stretch van de broek of zo. Nou, goed, dus deze niet. Ja, dit is dus een van de broeken die ik bestelde, maar dan een maatje kleiner. Ik weet niet waar we dan op uitkomen, maar... Gaat het hier ergens? Nou, zal ik zo even laten weten. En die heeft dus zo'n lage band waar ik zo van hou. Zie je? Dus die band zit gewoon zo. En deze zit heel erg lekker. Ze hebben ook een donkerblauw. Die wilde ik heel graag. En die heb ik dus nu in een maat groter. Maar die hebben ze dus niet in een maat kleiner. Dat is jammer. Maar deze vind ik heel fijn. En ik bedoel, ik ga natuurlijk ook richting zomer. Dus dan kan ik... Is het ook prima om een wat lichtere broek te hebben. Deze zit er gewoon heel lekker. Het was inderdaad een maat 8, dus dat is 36. En dit is de maat 10. Dit is namelijk die donkere. Maar ik denk toch dat ik deze ook hou. Want ik vind donker is gewoon helemaal kleur ook naar mijn werk en zo. Hij zit wel iets losser. Maar ja, weet je. Ik hoop gewoon dat hij niet te veel uitloopt. Maar hij is heel stretchy. Dus ik denk dat het wel meevalt. En ik bedoel, hij blijft gewoon wel zitten. Maar ik merk gewoon, ik moet iets meer hijsen. Ik heb hier, zeg maar, achter heb ik een beetje ruimte. Maar op zich, ik moet niet steeds verder weglopen. Ik heb hier achter, zeg maar, best wel veel ruimte. Maar omdat die stretch is, ja, zie je dat niet echt. En hij zit gewoon wel echt super lekker. En ik vind donkerblauw gewoon een hele makkelijke kleur. Dus ja, deze wordt het ook. En dan die andere in een maatje klein. Ik heb ook de zwarte in een maatje klein. Dus dit is de ASOS... Ridley heet volgens mij. Ik ga het even laten zien. Dit is hem. Nou, dit is dan de lichte variant. Maar dit is de ASOS Maternity Ridley High Waist Skinny Jeans. En dan heb je zeg maar degene met under the belly en over the belly. En ik heb dus under the belly. Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Dus nu heb ik eindelijk wat broeken. Want ik had vanuit de vorige zwangerschap eigenlijk heb ik heel lang mijn eigen broeken gedragen. Maar degene die ik toen heel veel droeg, ja, die zijn nu echt gewoon helemaal afgedragen. Want ik rouleerde ongeveer tussen 2-3 broeken. En ik ben natuurlijk in een compleet ander seizoen. Ik was vorige keer hoogzwanger in de winter. En ik ben natuurlijk straks hoogzwanger in de zomer. Dus het is even anders. Maar ik ben heel blij met gewoon een paar goede broeken. Dat is heel fijn, want ik heb er dus nu... Ik heb iets van 2 of 3 broeken van de vorige zwangerschap. Maar het zit gewoon niet lekker, want ik hou niet van die band. En iedere keer doe ik dat naar beneden en het irriteert me. Mijn moeder bood wel aan om het anders te vermaken als ik niks kon vinden. Maar dit zit gewoon zoveel beter. Dus ik ga dit gewoon lekker doen. Deze waren ook volgens mij bijna allemaal in de sale. Dus ik ben hier helemaal happy mee. Dus ik hou die 2 spijkerbroeken, zeg maar. De legging. En ik denk dat ik deze trouw ook gewoon hou. Ik vind het een hele mooie kleur. En hij is gewoon lekker. Ik heb er nog wat ruimte in. En zo, weet je, in de zomer ga je dit natuurlijk ook gewoon 's avonds zo lekker aantrekken. Dus ja. Ik ga ervoor, dus dat is mijn bestelling en ik ga zo meteen lekker in bad. Goedemorgen, het is zaterdag en ik zie er niet uit, maar het maakt niet uit. Het is 8:15, ik ben net opgestaan. Het is heel gek, ik werd wakker om, nou ja, ergens 6:30, 7:15.
Omdat er in mijn beleving gewoon 3 keer op de deur geklopt werd. Maar ik ben echt als een soort zo in bed blijven liggen van oké, wat is dit? Ha, ik ben echt een held op sokken. Maar daarna gebeurde het niet meer, dus misschien heb ik het gedroomd. Nou, ik ben er klaar voor. Ik ben nu al moe. Dit is mijn sportoutfit. Gelukkig past mijn sport-BH nog. Nou ja, shirt heb ik nu gewoon een strak shirtje aangedaan. Ik ben mijn sportbroek, deze. Ik weet niet eens waarvan die is. Ik denk gewoon van de Hennis. Die heeft al zo'n band. Dus die doe ik dan maar een beetje zo half. Hè. Hierachter is het wel lekker, maar dan dat wel mijn navel nog vrij is. Zo, hoppatee. Buk erin. Ik ga het hier aan. Het regent nog steeds, dus dat is wel lekker. Gezoombaat? Ik heb gezoombaat. Ja, voor het eerst weer hoor. Zo, ik heb lekker even geluncht met een vriendinnetje en de mannen zijn weer thuis. Alleen Niels heeft echt knalrode wangen. Hij is niet helemaal vrolijk. Hij is toch in de auto in slaap gevallen. Daar was ik al een beetje bang voor. Maar hij wilde hier... Hij zei ik wil slapen. Maar zodra hij mijn bed legt ging hij krijsen. Dus we gaan nu toch eerst eventjes de hapjes voor morgen halen. En dat soort dingen. En dan leggen we gewoon vanmiddag nog even op bed. Want dit gaat niet werken. Ik heb trouwens deze trui aan. Die is al heel oud. En dan die nieuwe leren legging en dan boots. Dus wij gaan eventjes allemaal lekkere dingetjes halen voor oud en nieuw. Nou, ik ga alle kleren weggooien. Sven heeft 2 zakken en ik heb 2 zakken in de kinderwagen gezet. En Niels is op zijn fiets. Dan komen we er wel. Niels helpt papa met koken. Hij is de aardappeltjes aan het doen. Ik heb zo'n kerstoutfit aan, zo'n kerstschort. Niet dat het nog kerst is, maar toch. Goed zo, Niels. En ondertussen ben ik de boodschap aan het uitpakken. Even lekker Tiroler druppel. Afgerond. Niels heeft er vast wat mais op. Nou ja, dit is nog over, maar hij haalt heel veel. En hij heeft ook nog paprika gegeten. En dan krijgt hij zo meteen... Dit is alvast aan het afkoelen. Als hij nog meer wil, krijgt hij nog meer. Maar hij is niet helemaal lekker vandaag. Ze eet niet zoveel. Gaan we zo lekker eten. Zo, dan zit ik weer in de spotlight. Niels ligt lekker op bed. Wij zijn ook klaar voor vandaag. Ik op de bank gaan zitten. Weer gezellig met z'n tweetjes. Want de afgelopen dagen waren de heren natuurlijk allebei niet. Goedemorgen, het is zondag. Het is oudjaarsdag. Er zit iets op de camera. Zo. En wij gaan even naar buiten. Het is niet heel goed weer. Oh, ik moet nog even pakken. Denk ik nu. Het is niet heel lekker weer, maar we moeten toch echt even met hem naar buiten. Hij is sowieso nog steeds een beetje onrustig. Wij zitten bij de zagerij aan het water. Dit is mijn auto. Ik heb een heerlijke geitenkaas gedaan en Sven heeft een Caesar salad. We moeten zeg maar nu naar huis. Ik weet niet of je ziet hoe hard het regent, maar het regent echt heel hard. En de grap is dat we lopend zijn. Het is best wel een stuk lopen, maar vooral Niels is op zijn fietsje. Dus van nu is het maar 6 keer zo lang over. Dus dat is een probleem. We hebben al gekeken naar een busoptie, maar dat heeft ook geen zin als 8 minuten lopen. Ja, dan kunnen we net zo goed het hele stuk gaan lopen. Maar het regent echt heel erg hard. En het lullig is ook, het is nu 1 uur, dus Niels moet zo naar bed. Die man zelf, ga maar lekker op de bank zitten. Maar nu om dan weer 2 uur te gaan zitten terwijl Niels slaapt. En Niels ook op de bank met een tankje erover. Gaan ze niet af wat te ver. We hebben ook geen spelen en knuffel, dus dat wordt niks. Dus ik weet het niet hoe we dit gaan aanpakken. Niels gaat ook even naar de situatie te plaatsen kijken. Wat denk jij, Sven? Zo'n even stille hoop dat het iets zachter gaat zo. Als dit zo even hard is dan als dit, dan krijgen we dit van de komende 20 minuten krijgen we dit. Nou, top. Oké, we lopen door de stromende regen. We hebben gelukkig een extra paraplu vandaag gekregen. Maar we hebben ook nog Niels zijn fietsje. Maar dit is een beetje de situatie. Nou, we hebben net voor het eerst Ticket to Ride gespeeld. En Sven heeft gewonnen. En onze buren zijn even naar de baby toe, die je hoort op de babyfoon. Maar het is echt een heel leuk spel. Toch? Ja, de winnaar zou dat natuurlijk sowieso zeggen.
Maar ik ben ook niet slecht. Ik ben niet als laatste geëindigd. Dat is op zich pure winst. Maar één puntje verschil. Ja, met één puntje verschil heeft hij gewonnen. Happy New Year! Gaan we even proosten. Uiteraard geen alcohol. Proost! De rest is naar buiten. Ik was net ook buiten, maar ik had het koud en we hebben de telefoon en Niels. Dus ik dacht, ik ga lekker naar binnen. Waak ik over de kids, ga ik even mijn ouders bellen. En dan gaan we zo verder spelen, want we zijn 30 seconds gaan doen. Op dit moment staan we gelijk. Goedemorgen en nogmaals gelukkig nieuwjaar. We hebben een heel gezellig en relaxed oud en nieuw gehad. Spelletjes gespeeld. Ik heb 30 seconds gewonnen. Yes, met de buurman. En Sven heeft een lekker band. Ik heb Niels erbij gezet met een soort andere clipjes om zijn fiets ook te repareren. Niet dat zijn fiets stuk is, maar toch. Kijk. Zo, wij gaan zo naar mijn ouders. Ik heb niet echt heel veel aan mezelf gedaan. Dit is een shirtje wat ik aan heb. Dat is ook al heel oud van de Hennis ooit. En deze nieuwe broek van ASOS. En ook hele oude schoenen van Primark. Ik wist het allemaal niet. We gaan maar gewoon. Wij zitten even te borrelen. Ik heb een alcoholvrij drankje gegeven. Het is Ranja van Niels en Sven die heeft zijn champagne ergens. En we gaan eventjes wat eten. We waren net even bij mijn ouders. Goed zo, Niels. We zitten lekker te eten. Niels heeft quesadillas en die is dat lekker aan het besmeren met dipsausjes. En wij hebben allebei een half kip. Zo, wij zijn weer thuis. We hebben heerlijk gegeten. Dat is het denk ik ook voor deze vlog, want ik ben echt super moe van oudjaarsnacht. Want ja, weet je, Niels slaapt natuurlijk niet uit. Die wordt gewoon wakker. Die is aan het zingen trouwens. Die wordt natuurlijk gewoon vroeg wakker. En Sven heeft nog wel even laten slapen, maar ik ben gewoon echt heel moe. Dus ik laat het hierbij bij voor deze weekvlog. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Volgens mij zit er ook nu weer een extra zwangerschapsvideo. Super leuk. We gaan woensdag kijken of we het geslacht kunnen zien. Ik ben heel benieuwd. Maar goed, dat allemaal voor volgende weekvlog. En of dat komt ergens apart in een gender reveal, dat weet ik allemaal nog niet. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie deze weer leuk vonden. Ik hoop dat jullie zelf ook een heel leuk oud en nieuw gehad, ook al is het voor jullie alweer even geleden. Maar ik hoop dat jullie een heel leuk oud en nieuw gehad. En ik wens jullie een prachtig 2018. En heel graag tot volgende week. Doeg!